Ik vind het eng, man. Dit is nog eng. Dagelijks HD. Hey mensen, vandaag is het heel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Milan en vandaag ga ik jullie wat sad nieuws vertellen. Oftewel triest nieuws. En dat is omdat ik zit al te kloten en al lang en ik baal ervan. En het is, ja ik zweer het, is echt ongelooflijk kut. Wat is er nou gebeurd? Ik probeer de laatste dagen video's te renderen. Video's te bewerken, weet je wel? Gewoon video's bewerken zoals dit. Dit probeer ik dus al te doen. Nou, ik doe dit al weet ik veel hoe lang. Dus je zou zeggen van, nou Milan, als je het al redelijk lang doet, dan weet je er misschien ook aardig wat vanaf. Helaas, dat niet, want ik ben niet zo'n technicus. Ik klik gewoon op renderen en dan moet de video zeg maar klaar zijn. Alles wat ik heb bewerkt moet dan in één video komen en dat is dan klaar. Maar helaas is dat niet het geval. Dus vandaar dat ik nog geen video online had van de PlayStation winnaar. Want mijn PC wil niet meewerken. Ik heb echt zoveel dingen gedaan. Vorige week ben ik naar Jill toe gegaan, naar mijn vriendin. Om vervolgens op haar laptop te bewerken. En die Akinator van vorige week en de FIFA Challenge van vorige week heb ik bij haar bewerkt. Heb ik bij haar online gegooid en noem het maar op. Maar haar laptop is veel te traag. Dus dat was echt allemaal kut. En het was allemaal sloom en dat was vervelend. Dus nu ben ik weer thuis en heb ik allemaal dingen geprobeerd. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga wel gewoon een laptop bestellen en dan ga ik daar wel op proberen te renderen. Misschien werkt dat wel. Want wat er dan gebeurt er nou? Elke keer. Mijn render loopt de hele tijd vast. Kijk, ik kan het hier nu ook laten zien. Dit is op een compleet andere PC, want ik wilde dus eigenlijk een laptop. Maar toen zei David van, nee, ik heb nog een PC voor je. Dus heeft David mij een PC uitgeleend. Super aardig daarvoor, dankjewel trouwens. En hier staan de frames dan elke keer vast. Dit staat nu gewoon vast, terwijl de tijd gewoon doorloopt. Het is zo fucking vervelend. En ik dacht, hoe kan dit nou? Wat maakt nou dit probleem? Dus ik dacht eerst, het ligt aan mijn bewerkingsprogramma. Daarna dacht ik, het ligt misschien wel aan mijn computer. Nou, ik heb nu een andere computer, dus daar ligt het niet aan. Het ligt ook niet aan het bewerkingsprogramma, want die gebruik ik hier ook op. En dat doet het ook niet. En het bewerkingsprogramma heb ik precies dezelfde als die van Jill. En daar werkt hij wel op. Dus ik denk, waar ligt het nou? Hoe kan dat nou? Er moet iets zijn. Dus ik ben door fucking rare opties gegaan en dingen gezocht en noem het maar op. Nou ja, inmiddels zijn we dus een week verder, Milan. Inmiddels zijn we 3 of 4 dagen verder, totdat ik eindelijk weer thuis ben en dus al die dingen ben gaan zoeken. En wat is nou het probleem? Mensen vragen, snappen er allemaal niks van. Schijnt dus waarschijnlijk dat ik gewoon 1 instelling in mijn opnameprogramma fout heb gezet. Dus die heb ik nou weer teruggezet. En als het goed is, kan ik nou eindelijk weer normaal video's maken. Echt. Oh. Het was zoveel stressen om zoiets doms. En omdat ik daar compleet mee bezig was, heb ik die hele PlayStation 4 giveaway heb ik helemaal niet kunnen doen. En helemaal opzij geschoven. Dus nu moet ik de datum verzetten van de PlayStation Limited giveaway. Ik zou eigenlijk dus 5 januari de winnaar hebben van de PlayStation giveaway. Maar dat wordt dus nu waarschijnlijk een week later. Ik denk ik wil toch even een duidelijke uitleg geven van wat nou precies is gebeurd. En voor de slimme mensen, die hebben het al lang in de beschrijving kunnen lezen van wanneer dus de winnaar bekend wordt. Ik heb echt immens veel mailtjes gekregen. Dus er zijn zoveel aanmeldingen. Daarom heb ik ook zoiets van, ik wil het zelf niet uitkiezen. Dus ik heb PlayStation gemaild om te vragen of hun iemand willen uitkiezen. Ik heb namelijk 10.500 mailtjes gekregen. Wat? 10.000 van... En daar moet ik uitzoeken. Dus ja, de kans is klein dat je wint. Maar hun kunnen beoordelen van wie nou de PlayStation waardig is. Nou, voor de rest dus. Wat ik nog even cool kan laten zien is dat ik heb nu deze opstelling. Zie je een PC erbij. Ze ziet verder uit, 2 PC's. Maar hier komt dus nog een laptop. Want ik wil een nieuwe laptop hebben. Fucking dope ding dit. Verandert elke keer, fucking dope. Leuk man. Nou, daar heb ik dus even mijn tv hierop gezet. Hier heb ik nu die tafel staan. Dat is echt super chill. En ik heb natuurlijk een koffiezetapparaat van Enzo gekregen bij Sinterklaas. En die staat daar. Dat is ook super relaxed. En hebben we daar nu gewoon veel meer ruimte. Wil je even scherp stellen? Dankjewel. Daar hebben we nu veel meer ruimte om vette dingen te pleuren. Dus ja, dat is eigenlijk even de korte soort van vlog update die ik eigenlijk wilde geven. That's it. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Oh, meer heb ik wel te melden. Oh my god, ik vergeet helemaal dat ik gewoon een nieuw schema heb vanaf februari. Jongens, vanaf februari gaan er dingen veranderen op dagelijkse day. Niet heel veel, niet drastisch, maar er gaan wel zeker dingen veranderen. Oké, wat ik jullie nu laat zien is het schema van dagelijkse day. Dit is hoe het er nu uitziet. Dit is de tijd, zeg maar, voor hoe laat het online komt. En dit is dan de dag wanneer het online komt. Het staat nu helemaal door elkaar. Het zijn 2 per dag sowieso. Soms wat extra video's erbij. Maar in ieder geval, dit gaat dus veranderen en dit gaat dus weg. En dit wordt het nieuwe schema. Als u wil laden, dank u. Ja, kijk, dit wordt het nieuwe schema. Super chill.
super overzichtelijk, voor jullie handig. De layout wordt aangepast hierop. Elke dag komt er dan om 5 uur en om 7 uur komt er dan een video. Dus dan heb je gewoon 2 video's per dag. En de zondag is dan nu nog eentje open, maar misschien... Hey, fuck jou Milan, fuck jou. Maar misschien komt daar dus nog eentje bij. En wat dat wordt, ik heb geen flauw idee. Je ziet nou ook al een beetje wat waar, neer en waar komt. Dus sommige dingen veranderen en sommige niet. Dus ik hoop jullie zo een beetje geïnformeerd te hebben. Jullie zijn er allemaal van op de hoogte vanaf februari, dus dat die dingen gaan veranderen. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen en dat er dan duidelijkheid er is over wat er op het kanaal komt. Nou, inmiddels ben ik alweer een tijdje aan het vloggen en laten we eens kijken of de render goed gaat. Nou, hij staat nog steeds op 15%. Oftewel, ik moet hem weer opnieuw doen en dan maar hopen dat hij hem pakt. Want het is elke keer, soms is het 15%, soms is het 80%, soms is het zelfs 95%. Denk je echt van, ja, ben ik klaar? En dan loopt hij weer vast. Het is echt... hel. En je moet constant wachten, want je weet niet wanneer het goed is en je weet niet wanneer het fout is. Dus daarom duurt het zo lang. Je kan dan zeggen van, het overdreven man, 3 dagen. Maar daarom duurt het zo lang. Elke keer die minuten wachten, uren wachten, overnieuw. Andere settings proberen, overnieuw. Andere settings proberen, over de hele tijd. Je wordt er helemaal gek van. Maar waarschijnlijk heb ik dus nu de oplossing. Alleen bij deze video heb ik het toch verkeerd opgenomen. Omdat ik er pas vandaag ben achtergekomen. En daarom heb ik meteen de camera gepakt en gezegd, jongens, dit is er aan de hand. Bedankt voor het kijken naar deze update. Bedankt voor het interesse in het dagelijkse leven. Bedankt voor het kijken van onze video's. En graag tot de volgende keer. Later. Ho, voordat ik ga, ik heb nog wat extra beelden gevonden van Don en ik die voor het allereerst make-up gingen proberen omdat we anders er heel erg moe uitzagen op de video. En het paste eigenlijk niet als aparte vlog, dus ik dacht ik plak het hierachter. Veel plezier! Ik doe niet zoveel hoor. Moet ik straks dan ook van die make-up doekjes gebruiken? Kijk, dat is toch prachtig? Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Dan wordt hier dubbel gevlogd. Je zit opeens 2 kamers. Oké, ga je gaan. Oh, dat is wel een lekker kwastie hoor. Ik deed bij Milan eerst met mijn vinger, maar... Nou, ik vind een kwastie beter, denk ik. Kan je er normaal gesproken je ogen open houden of niet? The fuck? Ik vind het eng, man. Dit is nog eng. En we hebben altijd wallen, dus het is echt ineens... Nee, kijk hoe eng ik ben. Ik ben net als jij. Ja, ik ben eng. Ik weet niet, man. Ik bedoel, op camera zie je het niet zo goed. Nee. Ik vind het eng. Het lijkt net alsof mijn ogen zo klein zijn geworden. Ja, ze hebben altijd zo'n donkere kring onder mijn ogen, dus nu ineens niet meer. Ja, ik... Ja. Klopt. Nou, die wil Pieter, wil je ook wat mee? Wat? Die is toch... Ik weet niet, ik vind het eng, man. Dat is apart, hè? Op dan. Ja, Milan ook. Ja. En Jella ook. Voor het eerst hebben we make-up op. En dit is het resultaat. Ik vind mijn ogen zo klein geworden. Hij ziet er wel sexy uit. Oh, dankjewel. Daar doe ik het voor. Nou, dat was het weer. Don en Milan met make-up. Ja. Ja, alsof hij gewoon vet goed geslapen heeft een keer. Dagelijks HD. Dagelijks HD.